Hoi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een Forever 21 shoplog voor je. Ik ga alles passen ook voor jullie, maar niet vandaag. Ik film dit namelijk door de weeks en het is hier binnen zo'n 38 graden. Ik heb de ventilator uit moeten zetten om dit op te kunnen nemen en ik ga binnen nu en 2 minuten ook zweten. Dus mocht je ook denken, wat heb je een blote billengezicht af? Nou, dat komt omdat ik gewoon echt geen make-up meer kan verdragen. Ik ben helemaal klaar met die hitte. Ik ben heel blij dat het dadelijk gaat regenen. En dat we gewoon even verfrissing hebben. Want 38 graden, jongens, het is niet te doen. Goed, mijn hoofd gaat steeds verder glimmen. Dus laten we maar snel beginnen. Het zit natuurlijk altijd in van die leuke verpakkingen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Wat dat betreft ben ik een van de schele kip of zo. Ik kan dus nooit die dingen vinden waar je ze dan open moet krijgen. Of ik krijg ze gewoon niet open. Het is... die is veel korter dan dat ik dacht. Dit is nummer 1. Dit is een rokje. Letterlijk een rokje. Want ik dacht dus dat dit een spijkerrok was die halverwege je been zou komen. Maar ik denk niet dat hij dat gaat redden. Nee, dat denk ik niet. Maar goed, we gaan het wel zien in de aanshots. En kan ik hier ook nog wat van zeggen? Deze is, of was oorspronkelijk 26 euro. Maar volgens mij heb ik alles zo'n beetje in de sale gekocht. En ik heb een maatje 31. Oké, deze ga ik echt zo snel mogelijk uittrekken. Ik vind hem te laag. Of nee, te hoog. Te kort. Goeiedag, zegt te kort. Hij doet niks voor mijn figuur, want hier is hij echt te wijd. En op mijn reet voelt het echt alsof hij dadelijk uit elkaar gaat knappen. En nee, dit... Nee. Als ik hem zo op beeld zie, denk ik, ja, oké, hij is best leuk. Maar ik voel me hier niet lekker in. Deze is te kort. En ik vind dan dat mijn benen te veel showen. Dus nee, deze gaat weg. Niet wetende of dat goed zit, want ik heb werkelijk waar geen idee. Dit is niet iets wat ik heb besteld. Wat is dit? Oké. Er zit een string in. En dat vind ik hartstikke lief, maar die heb ik niet besteld. Ik had een bodysuit besteld. En hoewel ik nu niet moet denken aan dit stofje en ook niet aan lange mouwen. Want deze heeft van die hele mooie lange mouwen. Vind ik de kleur wel echt serieus heel tof. En ja, ik hou gewoon van dat lace-up detail staf. Ik weet dat het zeg maar een soort van al half uit is. Maar ik vind het heel erg leuk. En ik vouw hem al bijna weer op. Deze was oorspronkelijk 13 euro. En ik heb hem in een XL besteld. Omdat het zo'n stretch stof is. Dus dat houdt in dat hij... ook al, zeg maar, heb je een M, dat hij dan ook wel past. En ik heb liever dat hij dan wat losser zit en dat ik hem dan een beetje op kan rafelen. Dan dat hij heel strak omheen zit, want dan word ik claustrofobisch van. Oké, deze vind ik echt totaal niks. 1, hij zit me te laag. Dus je ziet, nou je ziet net niet mijn BH. Maar ik vind hem ook een beetje vormloos. Hij hangt te veel, dus dit is eigenlijk mijn taille. En hij staat een beetje te strak of zo, waardoor hij dus gek oogt. Waardoor hij me breder maakt in mijn taille, want... Dat scheelt nogal een hoop, zeg maar. Ik vind het stofje niet zo lekker. En, kijk. Hier stopt hij al. Dus als ik dit doe, dan heb je hier alsnog een stuk huid. En dat is juist de bedoeling van een bodysuit, dat hij dat niet doet. Dus deze wordt het niet. Nee. Volgens mij is het volgende ook een body. Ja, en deze vind ik zo tof. Het is deze. Oh, hij komt echt heel slecht over op beeld. Maar het is een beetje aubergine. Burgundy red-achtig kleurtje. Ook weer een bodysuit met half lange mouwtjes. En een klein colletje. Deze vind ik zo tof. En een goede kwaliteit stof. Lekker stretchy. Deze heb ik in een L gekocht. En was oorspronkelijk 13 euro. Oké, dit is de bodysuit. Bodysuit. Met streepjes erop. En enorm veel zooi. Op bed. Moet er was nog doen. Ik vind hem echt super cool. Hij heeft dus... wat langere armpjes en een klein colletje. Hij is lekker van stof ook. Het zit lekker en het is wel strak, maar niet te, denk ik. Ik vind hem heel cool. Deze hou ik. Ja! Dit is wat ik bedoel. Dit is tenminste een normale lengte voor mensen die niet, zeg maar, constant kruistocht willen hebben. No offense, niks tegen kruistocht, maar niet bij mij. Het is een spijkerstof, rok, ding. Welke maat heb ik hem nou besteld? Maat 46? Maat 12. Hé, maar een maat 12 is toch een maat 40? Ja, kijk. Zo wil ik dat een
spijkerrokje bij mij zit. Gewoon net, ik vind dit trouwens heel cool detail, dat hij dus op de ene been langer is dan op het andere been. En hij zit wat langer. Hij zit wat langer. Daf, echt hoor. Ik vind deze zo cool. Ik ben hier zo blij mee. Er zit lekker stretch in. Dus hij past overal gewoon perfect. Ja, hier word ik heel blij van. Deze was oorspronkelijk 24 euro. Geen idee wat hij nu even in de sale heeft gedaan. Volgens mij een jurkje. Oh, dit is gek. Even kijken, hoe zit dit op terug? Dit moet op terug. Deze. Oh ja. Ik weet even niet hoe dit zit. Ja, dit is de voorkant. Met zo'n, ja, detail erop. En, oh, ik krijg even een appje. Ik vind het kleurtje heel tof. Hij komt denk ik iets roder, iets feller over op beeld. Hij is een soort van roestrood. Volgens mij heb ik deze... in een L besteld. En hij was oorspronkelijk 16 euro. Oké, typisch gevalletje van gewoon nee. Eén, hij is veel te laag. Dus ja, zo kan hij op zich nog wel. Maar het staat me niet. De kleur staat me niet. En dit vind ik heel erg. Je ziet mijn belly. Mijn navel zie je er doorheen. En daarnaast is dit voor mij gewoon te laag. Of te hoog, zeg maar. Dus nope. Dan nog een jurkje, want ik heb opeens de neiging om jurkjes en rokjes te dragen en heel vrouwelijk te zijn. Volgens mij is dit echt zo'n typisch herfstjurkje. Ja. Kijk maar naar de kleur. Het is echt wel... Oeh, hij is echt heel doorschijnend. Maar dit is echt zo'n typisch herfstjurkje. Nog wel dun, maar wel langere mouwen. Maatje L. 18 euro. Lekker stofje. Dikke. Prima. Ik weet niet wat ik heb hoor, maar volgens mij heb ik alleen maar dingen uitgezocht die echt mega laag zijn. Want heftig. Ik denk niet dat ik deze ga doen. Eén, hij schijnt een beetje door. Zie je? Dus als ik loop of ik ga zitten, dan nee. Ik vind hem wel qua kleur en qua lengte vind ik hem heel mooi. Dit vind ik niet oké om naar mijn werk aan te doen. Dus nee. Oké, volgens mij kunnen we dit wel een soort van rokjes, jurkjes en body suit ding is noemen. Waarom ga je niet open? Ja, weer een bodysuit. Hele toffe streepjes. Althans, ik vind de kleur echt heel tof. Ook weer kennelijk in de plus size besteld. De EU maat is 0X. Is dat dan een XL of zo? Ik weet niet wat ik hier allemaal mee heb gedaan. Maar hij ziet er qua maat voor mij prima uit. Dit is een andere bodysuit. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik vind hem wel leuk. Ik vind de kleuren echt super tof. Maar hij zit een beetje gek voor mijn gevoel aan de achterkant. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat ik er vrij fors in ben ofzo. Misschien komt dat ook omdat hij zo laag zit. Of omdat hij hier wat... Ik weet het niet. Ik vind hem wel heel cool. Ja, nou, ik heb hem wat langer aan. Dit is het misschien. Hij hangt hier zo laag in mijn oksel. Maar ja, hij is wel leuk toch? Ja, ik denk wel dat ik deze hou. Maar goed. Oh, ik moet terugkomen op wat ik net zei. Want dit is geen rokje. Dit is geen bodysuit. En het is geen jurkje. Het is namelijk een broekje. En volgens mij heb ik deze sowieso in het plusmaat besteld. Ik heb het idee. Ik heb vrij. Ik heb gewoon goed brede heupen. En heel vaak heb ik dus het dilemma dat broekjes bij mij te strak zitten. En dat je dan zo'n soort van vetrolletje op je benen krijgt. En dat vind ik echt niet cool. Wow. Alleen ik heb het idee dat deze wel echt heel groot is. Ik denk dat deze wel een beetje te groot is. Hoewel, dat moet hij ook wel zijn. Want er zitten echt letterlijk gaten in. En dan moet hij dus niet bij mij strak zijn. Want dan krijg ik een soort van rollade idee. Ik denk dat deze wel te groot is. En zo niet... Dan ben ik heel gelukkig. Oh, dit vind ik echt super jammer. Ik heb deze dus echt verkeerd besteld, want ik bedoel... Ja, hij zit ook echt nergens goed. Ja, behalve op mijn benen, want hij zit zo lekker los op mijn benen. En daar hou ik van. Maar ja, het is echt alsof ik een broek van Sven aan heb getrokken of zo. Er zit echt 0,0 vorm nu in. Oh ja. Ja, dit is een dingetje. Als deze past, dan moeten jullie echt, echt gaan helpen. Ik zie dus overal bij mij de super toffe combinaties met een panterprint.
En dan niet zeg maar de pantenprint waarvan ik altijd bang ben dat het bij mij een pantenprint gaat zijn als soort van, ja, hoe noem ik dat? Niet chic, zeg maar. Ik heb dus nu een pantenprint, luipaardprint-ish, rokje besteld. Hij oogt vrij kort. Ik vind hem stiekem heel tof, maar het is dus leerachtig. Dus ja. Oké, okay, ik krijg het echt met seconden warmer. Maar dit is het panter rokje. Ik was heel bang dat hij heel erg heftig zou zijn. Ik vind hem stiekem best wel cool. Zeker als ik dan bijvoorbeeld nu gewoon All-Stars aan doe of zo. Dat kan dan toch wel? Of niet? Ik vind het, het is een beetje out of my comfort zone qua printje. Maar ik vind hem wel heel cool. Oh, en hij heeft zakken. Vet chill. Goed, jullie hebben ondertussen gezien hoe het mij staat. Of het mij staat en of ik het pas. Ik weet nog van niks. Die beelden ga ik dadelijk opnemen. Althans, morgen waarschijnlijk als het een beetje minder warm is. En dan hoop ik dat je deze video leuk vond. Doe je duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je wellicht volgende keer weer. Doei!